Als de regering zegt dat we verkeerd zijn geweest omdat we eerst de kerstgratificatie hebben uitgekeerd, dan weten ze duidelijk niets over ons ziekenhuis. Dit zegt Manoj Hindari, de directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hij is niet te spreken over het persbericht van het Nationaal Informatieinstituut, waarbij de regering aangeeft dat haar geen blaam treft voor de late uitbetaling van salarissen aan medewerkers van het ziekenhuis. De regering stelt dat het staatsziekenfonds ruim 2 miljoen SRD heeft overgemaakt aan het ziekenhuis. Dit bedrag is op basis van de ingediende declaraties uitbetaald. Echter heeft de directie van het ziekenhuis in plaats van de salarissen eerst de kerstgratificatie uitgekeerd. De leiding van het RKZ zal daarom ontboden worden door het ministerie van Volksgezondheid om hierover uitleg te geven. Hindari zegt dat hij niet kan wachten op deze ontbieding. Ik wil graag ontboden worden. En dan kunnen we praten over wanneer de tarieven van het ziekenhuis, lichtdagtarieven, worden verhoogd. Zodat we daaruit voldoende geld kunnen putten om en salarissen en bonussen uit te betalen die we contractueel voor onze cao zijn overeengekomen. Als ik word ontboden, dan wil ik ook graag praten over wanneer de SZF dan de achterstanden gaat inlopen bij de ziekenhuizen. Wanneer krijgen het Vincentius ziekenhuis die 10 miljoen van 2015 en 2016? 17 praten we nog even niet. Als ik word ontboden, dan wil ik ook graag praten wanneer Vincentius ziekenhuis over die 3 miljoen kan beschikken, die in een missieve is opgenomen van nota bene de regering zelf, 25 oktober 2017. Daarin staat dat de ziekenhuizen bij elkaar 13 miljoen gaan ontvangen. En daarvan is 3 miljoen voor het Vincentius ziekenhuis, althans voor crediteuren, urgente crediteuren, zodat we weer wat betalen, wat leveringen kunnen loskrijgen. Dus als ik word ontboden, dan denk ik dat dit hele belangrijke argumenten, thema's zullen zijn die we dan zullen moeten doornemen. De geïrriteerde Hindari zegt verder dat het staatsziekenfonds ruim op tijd gemeld is over de dubbele uitbetaling in december. Desondanks heeft het fonds niet voldoende middelen overgemaakt. Omdat we al lang wisten dat we in de maand december dubbele lonen moesten uitkeren, hebben we eigenlijk al vroeg gezien van dit gaat heel moeilijk, dit gaan we niet redden. Met je reguliere declaratie die je indient bij het staatsziekenfonds, ga je niet voldoende geld hebben om twee keren de lonen daaruit te halen. Dus we hebben toen aan de bel getrokken, we hebben gevraagd aan met name staatsziekenfonds, zij zijn de grootste afnemers van onze diensten. Dus kijk, kan er niet wat extra geld komen naast de reguliere declaratie, omdat we met die dubbele lonen zitten. En we hebben dat gevraagd niet omdat we handje willen ophouden voor bij SZF of waar dan ook. Wij moeten nog betaald worden door het SZF. Of laten we het maar breder nemen door de staat voor diensten die we al verleend hebben en waarvoor contractueel is vastgesteld dat we verhoogde tarieven zouden krijgen. RKZ-directeur Manoj Hindari over het persbericht van de regering ten aanzien van de late uitbetaling van salarissen aan het personeel van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hindari zal spoedig ontboden worden door het ministerie van Volksgezondheid.